Na 4 jaar draagt Corrie van Reeoud-Ammerveld het burgemeesterschap over aan Sigrid Zengers. Zengers is geboren in Deest en met haar ga ik zo meteen terug naar haar oude geboorteplaats. Heeft Zengers nog herinneringen aan Deest en hoe ziet zij de toekomst van de gemeente Druten? Daar zo meteen meer over. Eerst heb ik een afspraak met Corrie van Reeoud-Ammerveld. En met haar blik ik terug op de afgelopen 4 jaar dat zij waarnemend burgemeester is geweest. Goedendag mevrouw van Reeoud-Ammerveld. Fijn dat u naar het centrum van Druten wilde komen. Bent u vaak eigenlijk op deze plek? Ja, in het centrum van Druten ben ik heel regelmatig. Ik probeer regelmatig of zoveel mogelijk mijn boodschappen in Druten te doen. Want in de winkels hoor je het meeste. En het is voor mij een manier om ook contact met de inwoners te krijgen, met de ondernemers. Want ik woon natuurlijk niet in Druten en dat helpt. Ja. Nou, 4 jaar lang bent u dan waarnemend burgemeester geweest van Druten. De afgelopen 4 jaar is er een hoop gebeurd. Als we alleen al kijken naar allerlei crises, zoals de corona, maar ook de wooncrisis, de opvang van vluchtelingen. Hoe zou u de afgelopen 4 jaar omschrijven? Ja, juist om die dingen die je opnoemt, verrassend en zo nu en dan ook verwarrend. Want toen ik 4 jaar geleden hier werd aangesteld als burgemeester, had natuurlijk niemand kunnen vermoeden dat dat er allemaal aan zou komen. En als burgemeester ben je er in eerste instantie voor je eigen gemeente, voor je eigen inwoners en niet voor de landelijke problematiek. En die kwam hier wel vol binnen, zoals in alle gemeenten. Dus vooral, ja, vooral verrassend. Laten we eventjes inzoomen op de coronatijdperk. Die heeft 2 jaar lang geduurd. Is dat dan moeilijk om burgemeester te zijn in zo'n periode? Ja, dingen die heel vanzelfsprekend waren, daar moest je ineens over na gaan denken. Het uitreiken van een koninklijke onderscheiding bij iemand waar je 1,5 meter afstand moest houden. Ja, over heel veel dingen, vergaderingen, daar moest je over na gaan denken. Ik herinner me de eerste keer dat we als veiligheidsregio bij elkaar kwamen. Daar is een speciale ruimte voor benoemd. En er was geen rekening mee gehouden dat mensen afstand moesten houden. Dus die zaten gewoon heel dicht bij elkaar. En ja, ineens moest je gaan denken over dingen die normaal vanzelfsprekend zijn. Heeft u in die tijd wel voldoende contact kunnen houden met de Drutenaar? Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk contact te houden. En voldoende is dat zeker niet geweest. Een gesprek zoals wij hier nu hebben, 1-op-1, dat was een lange tijd niet mogelijk. En juist in een periode dat mensen heel veel behoefte hadden aan steun, aan een praatje, aan een arm om hen heen, konden we dat niet bieden. En natuurlijk waren er allerlei alternatieve manieren, maar dat is niet het persoonlijke contact wat je wil. Nee. Een ander groot moment is ook wel de toestroom van Oekraïners hier naartoe naar Nederland. In Druten is er ook een cruise ship, daar zijn een grote groep Oekraïners opgevangen. Is dat moeilijk om zo'n grote groep mensen op te vangen in zo'n toch relatief kleine gemeente? Nou, dat is hier heel soepel gegaan. We hadden natuurlijk het voordeel dat we een riviercruiseschip in de haven konden leggen. Daar konden we 130, 140 mensen op kwijt. Dat betekende dat wildvreemden met elkaar op 1 kamertje sliepen. Het was niet het riante cruiseschip wat mensen voor de vakantie hebben. Nee, dus niet even lekker een paar dagen op zo'n cruiseschip. Nee, zeker niet. Maar doordat het een schip is en mensen daar de verzorging kregen die nodig waren, ging dat eigenlijk heel soepel. We hebben omwonenden geïnformeerd erover. En de grootste vraag die wij kregen was eigenlijk, wat kunnen we doen om mensen te helpen? Wat hebben ze nodig? Ja, nou, de Oekraïense vluchtelingen zijn goed opgevangen, maar toch doet het u bijvoorbeeld pijn dat mensen meer begaan zijn met bijvoorbeeld de Oekraïners dan bijvoorbeeld mensen uit pakweg Syrië of Afghanistan, waar ook oorlog is? Ja, zeker. Ik verbaas me daar vooral over. Omdat als je de beelden ziet van de oorlog in Afghanistan, hoe mensen daar behandeld worden. Als je de beelden ziet van de oorlog in Syrië, daar vallen Russische bommen, net als op Oekraïne. En het verbaast me, ik zeg wel eens, ik ben niet voor selectieve barmhartigheid. Het verbaast me dat mensen dan wel hun deuren en hun hart openstellen voor Oekraïners. En anders kijken naar mensen uit bijvoorbeeld Syrië. Welkom terug in het dorp waar u bent geboren en getogen. Hoe is het om weer terug te zijn in Deest? Het is heel fijn om weer terug te zijn. Het voelt heel goed. Ik heb heel veel warme reacties gekregen na mijn voordracht en benoeming.
Dus ik kijk er ook naar uit om aan de slag te gaan. Ja, nu eventjes in deze zijn. We zitten nu in het dorpshuis, Trefpunt. Was het dat in uw jeugd ook al? Jazeker, ja, zeker. Dus ik heb hier zelfs meegedaan een toneelstuk in het Trefpunt. Sinterklaas, carnaval, Trefpunt was toen ook al het dorpshuis. Dus ik heb hier wel wat rondgelopen. Ja. Ja. Is deze eigenlijk veranderd in de loop der jaren? Nee, ik denk het niet. Ik denk net zoals Truten, de gemeente, niet heel erg veranderd is. Er is hier een heel rijk verenigingsleven in de hele gemeente. Mensen zijn heel warm, heel hartelijk, hebben ook oog voor elkaar, kijken ook wel naar elkaar om. Dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo. Ja, en natuurlijk, er is wat bijgebouwd en qua uiterlijk is deze en ook de andere dorpen zijn wel wat veranderd. Maar het is nog steeds hetzelfde. Is dat ook een van de redenen geweest waarom je zoiets had van, nou, ik ga solliciteren op de functie van burgemeester in de gemeente Druten? Ja, absoluut. Dat heeft zeker meegespeeld. Dat is een van de redenen geweest om te solliciteren. Natuurlijk ook wel meer dan dat. Hè. Er moet ook nog wel als burgemeester heb je ook nog wel andere zaken te doen. Dus het moet ook wel uitdagend genoeg zijn. En ik denk dat dat hier voor Druten zeker het geval is. Hè. We hebben een aantal... We gaan natuurlijk met de regionale samenwerking steeds verder en steeds krachtiger maken. Niet alleen met Wijchen, maar ook met alle andere omliggende dorpen. Dus dat was voor mij ook een van de redenen om te solliciteren op het ambt van de burgemeester in Druten. Tegelijkertijd denk ik dat in Druten, in de gemeente Druten, dat we het heel goed doen met elkaar, ook de gemeente samen met de inwoners. Maar het blijft ook wel zaak om dat zo te houden. En ik denk dat dat ook nog wel een van de grote uitdagingen is. Ja, laten we straks eventjes gaan inzoomen op de toekomst van Druten. U zei het al, geen onbekend terrein, het gebied van Maas en Waal. U heeft ook even in Herne gewoond. U heeft op het Pax Christi College gezeten. Ja. Op een gegeven moment bent u toch naar Groningen verhuisd. U bent er zelfs raadslid geweest. Ja. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Ik ben naar Groningen gegaan om te studeren. En op een gegeven moment ben ik daar de politiek ingerold. Ik heb toen nog even een tijdje in Brussel ook gezeten, eind jaren 90. En toen ik terugkwam, werkte ik in een café, nog als studentenjob. En daar kwam ik in aanraking met de politiek, omdat de gemeenteraad in dat café na afloop van de vergaderingen altijd eventjes een drankje kwam doen. En toen ben ik ook wel geïnteresseerd geraakt in de politiek. Ik had ook al een stage gedaan op het Europese parlement. En zo ben ik de gemeenteraad ingerold en ben ik 2 jaar raadslid geweest in de gemeente Groningen. Ja. Ja, en later bent u dan wethouder geweest in Slochteren. Ja. Is het wethouderschap een beetje vergelijkbaar met de rol van een burgemeester? Deels wel, deels ook zeker niet. Hè. Een burgemeester is natuurlijk echt wel het boegbeeld naar de inwoners toe, naar de andere partijen toe, ook intern. Heeft een onafhankelijke rol als voorzitter van de raad, als voorzitter van het college. Dat is natuurlijk allemaal als wethouder niet. Wethouder is ook heeft veel meer inhoudelijke portefeuilles. Tegelijkertijd zijn we samen het collegiaal bestuur en kunnen we het ook niet alleen. Dan doen we het samen met de gemeenteraad en samen met alle anderen. Dus het antwoord daarop is ja, deels wel, deels ook zeker niet. En uiteindelijk bent u in de EU terechtgekomen. Hoe was die periode dan? Ja, ook intensief, zeer, zeer interessant ook. Eigenlijk permanent vertegenwoordiger geworden van Noord-Nederland bij de EU. Je rol dan is eigenlijk van, kunnen we nou geld binnenhalen voor initiatieven die in de regio spelen? Moeten soms wetgeving, regelgeving beïnvloed worden om ervoor te zorgen dat de regio daar ook beter van wordt. En het is een soort van ambassadeursrol om je regio te positioneren. En eigenlijk zijn dat rollen die je als burgemeester natuurlijk ook hebt. Hè, en wel heel erg boegbeeld naar buiten. Die belangenbehartiging speelt ook mee, regionale samenwerking. Ja, en dat was een zeer leuke periode, heel interessant. Ik heb daar veel geleerd en veel geleerd ook wat, denk ik, nu voor Druten ook wel heel erg goed van pas komt. Via
4 jaar lang bent u waarnemend burgemeester geweest. Het was eigenlijk ook wel een beetje de bedoeling dat Wiegen en Druten samen zouden gaan fuseren tot 1 gemeente. Die fusie is uiteindelijk niet doorgegaan. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, ik ben hier oorspronkelijk gekomen omdat er een nieuwe burgemeester zou komen. En toen er sprake was van een fusie, dat is een van de redenen waarom ik langer ben gebleven. En de opdracht was ook duidelijk van de gemeenteraad. We gaan onderzoeken of een fusie met de gemeente Wiegen mogelijk is. Dat onderzoek dat is gedaan. Ja, en daar is uit naar voren gekomen dat er eigenlijk onvoldoende draagvlak was op dat moment. En dat besloten is om het niet door te zetten. Ja, hoe kijk ik daar op terug? Ja, het is niet doorgegaan. En nu gaat Druten zelfstandig vooruit met de nieuwe burgemeester. Nou, Druten kent ook allerlei festiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan carnaval en de Les de Mert. Hoe heeft u die festiviteiten de afgelopen tijd beleefd? Ja, heel mooi. Het is niet alleen die festiviteit, hè? Want natuurlijk heb je op de dag van de Les de Mert een mooie markt en een mooi feest. Maar de voorbereidingen daarvan, daar zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken. En op die dag zelf ontmoeten mensen elkaar. En na afloop het opruimen en het zorgen dat het voor volgend jaar allemaal weer klaar staat. Dat geldt voor Les de Mert, maar dat geldt voor heel veel evenementen die we hier hebben. Daar zijn heel veel mensen bij betrokken. En ja, als men in Den Haag dan praat over sociale cohesie en inwoners bij elkaar betrekken. Ja, dat hoeft hier niet, want dat gebeurt rondom die evenementen volop. Maar voelt u zich goed ingeburgerd in Druten? Jazeker, ik voel me heel goed ingeburgerd in Druten. Ja. Ja, iets anders wat ook plaats in deze gemeente plaatsvindt, en elke gemeente wel. Je hebt allerlei herdenkingen, denk aan de dodenherdenking. Maar nu heb ik ook begrepen dat er een puinvluk een jaarlijkse herdenking is. Daar bent u ook aanwezig, of daar bent u wel eens aanwezig geweest. Zou u daar iets over kunnen vertellen? Ja, dat klopt. Daar ben ik de keren dat het doorging, ben ik aanwezig geweest. Met corona is dat niet geweest. Dat is Mark Wijd, een militair die in Afghanistan om is gekomen door een bom. En die is geboren en getogen in Puiflijk. Zijn familie woont daar nog. Hij voetbalde daar. En hoewel het al zo'n 15 jaar geleden is, wordt hij nog jaarlijks herdacht. Daar komen mensen van het leger, er komen voetbalvrienden, zijn familie is er dan. Ook iemand van de gemeente. Ja, en het is een van de dingen die voor mij laten zien hoe warm onze gemeenschap is. Dat mensen na zoveel jaren nog hun voetbalvriend missen en die willen herdenken. Ja. Iedereen voelt zich wel verbonden met elkaar op zo'n moment. Zeker. Ja. Wat gaat u missen aan Druten? Mensen. De warmte van de mensen, het welkom zijn, het altijd zoeken naar oplossingen en niet moeilijk doen, niet conflicten opzoeken. De hele woonsfeer hier, die is gewoon heel goed. Ja, u woont op dit moment in Tiel, maar bent u van plan om misschien ooit naar Druten te verhuizen? Nee, ik heb laatst gezegd, we hebben een huisje aan de Walen, hè, een dijkwoning. Maar stel je voor dat we aan een seniorenwoning toe zijn, dat we toch moeten verhuizen. Dan zou het land van Maas en Waal daar hele grote kans maken dat we deze kant uitkomen. Zou u zich wel thuis kunnen voelen? Jazeker, ja. Wat gaat u de komende tijd doen? Wat zijn uw plannen? Eerst vakantie vieren. Eerst helemaal niets. En, al plannen om ergens naartoe te gaan? Nee, gewoon even helemaal niks. Niks moeten. Een beetje rommelen in de tuin. Oude vrienden bezoeken die ik verwaarloosd heb de afgelopen jaren. En van daaruit kijken wat ik verder ga doen. Misschien daarna nog ergens waarnemend burgemeester worden? Ik sluit niets uit. Maar ik weet het niet. Ik weet het echt nog niet. Waarom wilt u graag weer terugkomen naar Druten? Ik weet, je staat zo op een gegeven moment op een punt in je leven dat je denkt van wat wil ik nu nog gaan doen? Zo. Ik heb al veel gedaan en wat zou dan een volgende stap kunnen zijn? Dus ik heb een beetje nagedacht van wat vind ik nou leuk en waar ben ik nou goed in? En als je dat nou zo allemaal samenlegt, komt daar eigenlijk maar één iets uit. En dat is het ambt van burgemeester. En ik heb altijd gezegd, ik wil ooit nog wel een keer burgemeester worden, maar graag in Druten. Maar dat duurde even voordat Druten vrij kwam. Ja, want Druten was misschien bijna samen gaan fuseren met de gemeente Wiegen. Ja. Ja, dan weet je niet of Druten dan nog had bestaan. Ja, tenminste inderdaad. De gemeente dan. Ja. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Wat fijn is, want daarom zit ik nu hier. En is er een nieuwe burgemeester in Druten die... Hoe gaat de gemeente Druten nu verder? Want het is een zelfstandige gemeente gebleven. Ja. Hoe ziet u de toekomst? Ja. Als zelfstandige gemeente.
We hebben daar natuurlijk uiteindelijk of heel nadrukkelijk ook voor gekozen. Dat is natuurlijk ook wel de kracht, denk ik, van het Ruud. Hè? Dus die kleinschaligheid, die nabijheid, dat kleine en dat fijne. Mensen kennen elkaar nog. Dat betekent ook bestuur en de inwoners die elkaar nog kennen. Tegelijkertijd kunnen we dat niet alleen als gemeente. Want we staan voor zoveel uitdagingen. Er komt heel veel vanuit het Rijk op ons af. Dat we dat nooit alleen kunnen. Dus het is noodzakelijk dat we daar natuurlijk die ambtelijke organisatie met Wiegje erbij hebben. En dat we die ook gaan versterken, zodat we in gezamenlijkheid ook sterk genoeg zijn. En tegelijkertijd eigenlijk die stap verder om ook in uw regio de krachten te gaan bundelen. Nou, als burgemeester van Druten komt u straks voor grote opgaves te staan. Onder andere als we het hebben over de energietransitie of over woningbouw. Denkt u dat het lastig is om in zo'n periode aangesteld te worden als burgemeester? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het heel erg interessant kan zijn voor een burgemeester om juist in zo'n periode te starten. Dat geeft natuurlijk, je kunt meteen ook heel diep erbij betrokken of heel stevig erbij betrokken worden. Dus ik denk dat gewoon heel prettig is om juist in zo'n periode te starten. Nog even terugkomend op Brussel, want u heeft daar toch al een tijd gewoond. Ja. U heeft 2 kinderen. Ja. Hoe vinden zij het om dan hier naartoe te gaan? Die zien het als een heel groot avontuur. Die hebben er enorm veel zin in. Onze oudste gaat naar de brugklas, naar Pax Christi. Dus die was sowieso natuurlijk al, stond al voor een verandering. Onze jongste gaat naar groep 7, die heeft er ook heel veel zin in. Dus ja, we kijken er eigenlijk met z'n allen heel erg naar uit om hier te komen wonen en leven. Is het niet lastig om vrienden en vriendinnen te verlaten? Natuurlijk, dat is natuurlijk denk ik altijd het geval als je ergens anders heen gaat. Maar ja, er zijn zoveel communicatiemiddelen, appjes, FaceTimen, videobellen. De afstand is ook niet zo heel groot, hè? Het is 2 uur rijden. Dus voor een dag op en neer of voor een weekend op en neer. Of dat de vriendjes en vriendinnetjes hier eens een keer komen slapen en het gebied gaan verkennen. Ja. Ik wens u heel veel succes. Dank je wel. Bedankt.